Ja, wat mis je in de politiek? Ja, daar had ik me niet op voorbereid op die vraag. Even nadenken. 2 seconden, even nadenken. Wat mis ik in de politiek? Pim Fortuyn eigenlijk. Die mis ik. Ja man, ik mis Pim Fortuyn. Welkom bij Stem uit de Wijk. Een kapsalon of barbershop is van oudsher een plek waar veel gepraat wordt. Maar ik vraag me af of er in de kapperstoel dan ook gepraat wordt over politiek. Soms. En daar zijn de meningen heel verschillend over. Een zorgpremie dat te veel is. Of huursubsidie die sommige mensen niet krijgen en toch in hun oude goedkope woningen blijven. Want anders moeten ze naar een vrij sectorwoning die voor hun veel duurder is. Of leegstaande panden die in de straten zijn en niet bekleed wordt omdat de huur gewoon te veel is. Er wordt vooral over de problemen gepraat en niet zozeer over een richtlijn waarop dat mensen gaan, zeg maar. Ga je stemmen? Ja. Weet je al wat? Nee. Dat weet ik nog niet. Dat weet ik misschien waarschijnlijk pas al wanneer ik het stemhokje sta. Ja, nee, dat ga ik helaas niet zeggen. Welke onderwerpen vind je belangrijk de komende verkiezingen? Ik vind dat het tegenwoordig steeds, steeds minder sociaal wordt. Dat vind ik wel. En mensen worden steeds huftiger. En dat mag voor mij wat betreft wel veranderen. Er mag meer verdraagzaamheid zijn. Hoe kijk je naar de huidige politiek? Ik denk dat de politiek over het algemeen veel populistischer geworden is. Ik heb het gevoel dat politieke partijen, in plaats van dat ze nu een verhaal hebben waar ze mensen bij zoeken, een verhaal zoeken waar ze zoveel mogelijk mensen bij kunnen vinden. Welke onderwerpen vind jij belangrijk tijdens de komende verkiezingen? Nou ja, ik ben zelf student, dus voor mezelf zijn er een paar dingen die ik belangrijk vind. De subsidies voor studenten, het gratis OV in het week of in het weekend. Dat vind ik voor mezelf belangrijk. Maar eigenlijk nu door de hele grote thema's zijn er eigenlijk andere dingen veel belangrijker dan wat eigenlijk voor mijzelf nu speelt. Dus dingen zoals vluchtelingen, in Amerika hebben we een nieuw president, hoe gaan we daarmee om? Nou, ik als eigen ondernemer heb ik bijna een plicht om mensen aan werk te helpen. En met mij nog veel meer andere kleine ondernemers zouden willen dat we beloond worden om mensen bijvoorbeeld in dienst te nemen. Zo krijg je minder werkloosheid en meer mensen aan het werk. En dat is voor ons ook plezier. Wat zijn jouw behoeftes vanuit de politiek? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb zeker behoeftes, maar het gaat eigenlijk niet om mij. Dat is eigenlijk het allermooiste. Ik ben ondernemer, maar het draait niet om mij. Het draait om wat de mensen fijn vinden. Maar wat denk jij? Gaat de politiek over jezelf of over anderen? Laat het weten via de sociale mediakanalen en via de hashtag #StemUit010.